Hi iedereen, welkom terug bij een andere aflevering van BioWit Video. In deze video kijken we naar de verschillende soorten diabetes. Als je diabetes hebt, maak je geen insuline aan. Soms maakt je lichaam wel insuline, maar niet voldoende. En dat is niet goed voor het lichaam. Dus we gaan nu kijken naar de twee typen diabetes. Type 1 en type 2. Bij kinderen komen diabetes type 1 het meest voor. Je alvleesklier maakt dan geen insuline meer. Zonder insuline gaat het deurtje van de cel niet open en blijft glucose in je bloed zitten. Je krijgt dan te veel glucose in je bloed en omdat je nieren dan niet alle glucose kan verwerken, komt glucose ook in de urine of plas terecht met extra water. Hierdoor moet je te veel plassen en je hebt dan de hele dag dorst. Doordat glucose de cellen niet inkomt, kan het ook niet gebruikt worden als brandstof om energie te krijgen. Die energie moet je lichaam uit andere stoffen halen en dat is niet goed. Je krijgt dan allerlei klachten. Je bent dan moe, suf, beroerd en je kan er zelf mager van worden. Als het heel erg is, kan je zelf bewusteloos in coma raken. Je krijgt diabetes type 1 doordat je eigen afweer je normaal verdedigt tegen ziekteverwekkers, de beta-cellen in je alvleesklier die insuline aanmaakt, aanvalt en kapot maakt. We zeggen dan dat je een auto-immuunziekte hebt. Soms hebben kinderen diabetes type 2. Je alvleesklier maakt dan wel insuline aan, maar minder en kan zijn werk niet goed doen. Daardoor komt er minder glucose in de cellen en blijft er te veel in je bloed zitten. Hierdoor moet je veel plassen en heb je vaak dorst, net als bij diabetes type 1. Er komt wel wat glucose de cellen in, waardoor dit wel kan gebruikt worden voor het aanmaken van energie. Vooral ouderen en te dikke mensen die te weinig bewegen, hebben het. Doordat kinderen nu te dik zijn, komt het ook voor bij kinderen.